Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Valero, Collet Rental & Sales, Febo en Mackler. Maak zelf je digitale magazine. Welkom bij de Supercar Challenge powered by Hankook. Ditmaal op de befaamde Nürburgring in de prachtige Eifel van Duitsland. In deze aflevering ziet u hoe de titelkandidaten in de GT Supersport 1, Supersport 2 en Sportklasse in actie kwamen tijdens ronde nummer 7 van het kampioenschap. Dankzij het heuvelachtige gebied heeft dit circuit prachtige op- en neerwaartse bochten en dat zorgt ervoor dat je deze omloop absoluut niet zomaar direct onder de knie hebt. Het is 3 jaar geleden dat de Supercar Challenge powered by Hankook voor de laatste maal hier in actie kwam. Het is weer even wennen voor de 30 deelnemers, maar ze moeten direct alles gaan geven, want ieder punt is belangrijk in de strijd om de titel. Er zijn namelijk nog maar 4 races te gaan, waarvan 2 maal een 1-uursrace hier in Duitsland. Van beide wedstrijden vandaag het verslag, maar eerst blikken we terug op de geschiedenis van het circuit. Na een ontwikkeling van slechts 2 jaar, van tekening tot uitvoering, werd in juni 1927 de Nürburgring geopend. En met een lengte van 23,8 kilometer, midden in de bossen van de Eifel, werd ook al snel de Grüne Hölle genoemd, oftewel de Groene Hel. In 1951 werd de eerste Formule 1-wedstrijd gehouden en kwam in 1956 een einde aan dat tijdperk omdat het te gevaarlijk werd. In 1984 kwam de terugkeer van de Formule 1 naar de Nürburgring, maar toen op het nieuw gebouwde 4,5 kilometer lange circuit. En met de toevoeging van de Mercedes Arena in 2000 kwam het circuit op de huidige lengte van 5,1 kilometer. En de afgelopen 17 jaar heeft het weinig van zijn karakter verloren. Terwijl de toeristen zich nog een echte coureur wanen op de naastgelegen Nordschleife, waar je voor 3 tientjes een rondje mag rijden, komen op het Formule 1 circuit de deelnemers van de Supercar Challenge powered by Hankook in actie. En dat aan de voet van de herfst. En dat is ook duidelijk te merken. Het was koud en nat. Op zaterdag kwam de regen ongenadig hard naar beneden en dat zou ook voor de rest van de dag niet veranderen. Dat beloof wat, straks voor race 1. Slicks komen er niet aan te pas voor de kwalificatie over 45 minuten. Bas Schouten en Bart Sluis met deze BMW M4 silhouet van JR Motorsport zijn de leiders in het GT-kampioenschap dit jaar. 6 pole positions. In de stromende regen heeft Schouten het niet makkelijk, maar hij maakt er pole 7 en 8 van voor dit seizoen. Wat een omstandigheden. Maar wie gaat de dominantie van de BMW's doorbreken in Duitsland? De Porsches hebben het voordeel van meer vermogen. En met de lange rechte stukken op de Nürburgring kunnen ze hier een voordeel gaan pakken. De tweede plaats in het kampioenschap met 17 punten achterstand is er voor Roger Grauwels met de Porsche. Maar ook hij heeft het lastig. Aquaplanning, het zijn bizarre baanomstandigheden in de kwalificatie. Hij pakt alsnog P2. Maar toch weer achter de leider in het kampioenschap, het team van JR Motorsport. De Porsche gaat heel goed in de regen. In het begin zijn we gestart op de lage bandendruk. En dat was wel lastig, want ik had vaak aquaplanning. En de bandendruk omhoog teruggeschroefd en het was in één keer weg. En toen kon ik lekker mijn tijden pakken. En toen heb ik eventjes eerste gelegen, daarna teruggevallen in de tweede. En op het begin van Bob die pakte nog een tweede plek af, dus lag derde. Dan denk ik, nou dat mag niet gebeuren. Dus weer een tandje bijgezet en lekker kunnen verslaan. Dus we staan morgen of straks op de eerste startrij. En we gaan ervoor, hè. Roger Grauwels kwam zonder kleerscheuren uit de compleet verzopen kwalificatie. Dat is niet het geval voor deze Marcel van Berlo. Die kan niet verder vanwege een gescheurd chassis. Ja, het was erg link, erg nat, maar ik kon de meters gebruiken. Hè, omdat ik voor het eerst op nat hier reed. Dus ik dacht, laat je dat toch maar doorgaan. En met de nodige voorzichtigheid op de diverse plekken waar de aquaplanning was. Maar helaas, ja, zeg maar op het rechtstuk richting chicane had ik aquaplanning en kwam het een keer kwijt. En ik spinnen door het gras, de vangrail in en einde oefening. Het is opmerkelijk. Straks tijdens de 2 races is er geen 1 incident te melden. Het lijkt allemaal alsof het al in de voorbereiding gebeurde. Kwalificatie, maar ook tijdens de vrije training. Pieter van Zoelen, ervaren coureur, gaat er vanaf in de vrije training op vrijdag in het bidcurve. Maar ja, het zou JR Motorsport niet zijn of ze maken het weer klaar. En de volgende ochtend, in de regen, kunnen Mark van Daan en Pieter van Zoelen alsnog deelnemen aan de kwalificatie. Komen niet verder dan P13. Dan de pole in de Supersport 1-klasse. Ja, de competitie in deze klasse is altijd ijzersterk. En dus dacht Ted van Vliet met de BMW M3. Hey, ik roep versterking in van deze man, Koen Bogaerts, die normaal uitkomt in een M4 silhouet.
Bogaert zal proberen de pole position weg te kapen voor de neus van kampioenschapsleiders Erik van der Munkhoff en Henry Zumbrink met de BMW Z4. Van der Munkhoff rijdt dit weekend alleen. In de kwalificatie pakt hij slechts P6. Hey, dat is een buitenkans voor de nummers 2 in het kampioenschap. 10 punten achterstand voorlopig in de titelstrijd voor Dennis de Borst en Martin de Klein, de regeringskampioenen. Met 5 pole positions dit seizoen waren de verwachtingen hoog, maar ze eindigen achter Ronald en Luc Vallon. En dat zijn de nummers 3 uit het kampioenschap met de BMW. Ook geen pole position voor de nummer 4 uit het klassement. Costa Cannavacciolo, die na de eerste 2 raceweekends de leider in het kampioenschap was. Nee, het is echt een verrassing hier op de Nürburgring, want de pole is voor de gebroeders Robert en Benjamin van den Berg. Uiteindelijk werd het iets beter. Het begon iets minder hard te regenen. Dus ja, de tijden verbeterden zich elke ronde door. Weet je wel. Dus in principe met het vertrouwen krijg je dan iets meer vertrouwen. De spray wordt iets minder. Dus het risico. Aan het einde was het gewoon goed te doen. Zeg maar. Maar in het begin was het echt wel heftig. Ja, het waren sowieso perfecte omstandigheden voor Olly Taylor, de Supersport 2 kampioenschapsleider, die op Brands Hatch nog iedereen in de Supersport 1 klasse het leven zuur maakte. De snoeistrak geprepareerde BMW geeft hem vertrouwen in alle omstandigheden. Hij pakt pole position voor beide races. Yeah, well, I'm glad to see it's still raining. So yeah, qualifying went quite well. Could have been a little bit better. I think we were on a flying lap at the end there when it got red flags. So I was hoping to be a little bit further up the front, but no, it's good. It's first time at the track, so quite a lot of learning going on, really finding our way around in the wet. But very pleased. En dit is de Peugeot RCZ van de leiders in het sportkampioenschap, Bart van den Broek en Chris Voigt. En zij pakken direct alweer 2 punten extra voor pole position in beide wedstrijden. Ze hebben veel ervaring op dit circuit wegens deelname aan de VLM-racers. Maar ondanks de snelste tijd in de kwalificatie begon het weekend niet probleemloos. Nee, dat niet. We hebben al gisteren al problemen gehad in de vrije training. Kregen we benzinelek en dan zien de tank kapot. We hebben een nieuwe tank moeten steken. Dus was al stressig gisteravond toch voor de kwalificatie te verschijnen. Het is redelijk spannend. Pas op, we hebben al heel veel geluk gehad en we weinig problemen gehad hebben dit jaar. Maar de spanning is er altijd in wel, ja. Directe concurrentie zal er komen van het Spirit Racing Team. Met onder andere Sandra van der Sloot opnieuw achter het stuur van een Renault Clio RS. Nadat de Alfa 147 die zij deelt met John van der Voort motorschade opliep. We gaan nu meenemen naar race 1 in de stromende regen in Duitsland. We hebben al 2 rondjes extra achter de safety car gereden. En dan komt deze man binnen, zijn eerste pole van dit seizoen, Robert van den Berg. Aan motor loopt niet goed, we zitten voor de start, de mannen zijn nog niet weg. En dus verspeelt hij hier zijn pole in die Supersport 1-klasse. Een breuk in de kabelboom, weg kans op een topklassering. We krijgen een regenwedstrijd. En dan zien we deze Bob Herber vanaf P3 vertrekken met daarvoor links Bas Schouten, rechts Roger Graal. Als de nummers 1 en 2 in het kampioenschap. Grauwels probeert het hier aan de binnenkant, maar heeft nog geen antwoord op polman Bas Schouten. Een wedstrijd in de regen, een vrij clean wedstrijd, maar vooraan blijft dat spannend. Herber is snel in de regen, dringt aan bij Grauwels en Schouten in het wit komt eigenlijk maar niet los van Roger Grauwels. Tot dit moment. Grauwels komt binnen voor een drive-thru, bestraft door de wedstrijdleiding omdat hij geen formatie heeft gehouden bij de start. Duitse Grundligaard, Grauwels verliest terrein. Dit is Pieter van Soelen. Zijn teammaatje Mark van Daa is er al afgegaan in de opwarmronde. Van Soelen beleeft hetzelfde. Het gaspedaal blijft hangen. En Van Soelen brengt de auto terug in de pitstraat en zegt in deze omstandigheden op dit circuit ga ik niet verder. Wijze beslissing. Wij gaan naar de verplichte pitstop. Leider in de wedstrijd is Bas Schouten. Maar helemaal volgens plan gaat dat nog niet. Ik merkte wel dat mijn bandenspanning achter iets te hoog was. Ik kreeg heel snel veel te veel temperatuur in de banden. Waardoor ik op de helft van mijn stint een beetje moeite kreeg. Maar goed, het resultaat ziet er nu goed uit. We leggen P1. Hopen dat Wart het af kan maken. Team van JR Motorsport moet een lange pitstop maken met Wart Sluis achter. Stuurt 20 resultaten seconden. En Bob Herber komt dan in de regen in de slotfase. 5 minuten voor het einde. In 1 keer richting Wart Sluis. Daar komt de aanval. Bob Herber op jacht naar zijn eerste zegen van het seizoen. Opdraaien, lange rechte stuk. Gaaf geluid. En kijk, Herber pakt alsnog de zegen met 18e voorsprong op Wart Sluis en Bas Schouten. Roger Grauwels pakt P3, de nummers 1 en 2 in het kampioenschap, staan op het podium. Ik kreeg over de boordradio dat ik wel sneller was, maar nog wel even flink moest doorstampen. En dan rij je al op de limiet en ik weet in Brands Hatch wat er dan gebeurt, hè. Dan kan het ook misgaan. Ik heb het nu geprobeerd en nu ging het wel goed, dus heerlijke overwinning. Erg leuk.
Wij gaan nu meenemen naar de Supersport 1 klasse. De leider daar in de titelstrijd is Erik van der Munkhoff. Hij vertrekt vanaf P6. Heeft 10 punten voorsprong op Dennis de Borst en Martin de Klein. Die vertrekken vanaf positie nummer 4. Maar komen als een Pac-Man meteen in de regen naar voren. Dus Peter Schreurs rijdt het weekend alleen omdat zijn teammaatje Marcel van der Maat een gekneusde rib heeft opgelopen. Robert van den Berg had pol, maar vertrekt hier pas ver achterin voor zijn wedstrijd. Dit is Martin de Klein. Die ziet dat zijn teammaatje Dennis de Borst de leiding in de wedstrijd heeft in de Supersport 1-klasse. Leider in de titelstrijd en belangrijkste concurrent van de Munkhoff kan niet volgen. De Borst heeft zijn voorsprong, moet 30 resultaten seconden stilstaan van de Munkhoff, maar 15. Ja, hij gaat hier wel weer als eerste weg. Dat was trouwens een probleem met de schakelmodule van de versnellingsbak in de kwalificatie. En dus kwam er een nieuw onderdeel vanuit Nederland. De Seat is snel. Dit zijn de nummers 3 en 4 in het kampioenschap. Rechts is het Costa Canaroglu. Poeps, die heeft het niet makkelijk in de regen. Links Luc Valloon. Ja, die wil wel. Die is on a mission. En let zo meteen op zijn reactie als hij er voorbij is. Hoppa, Valloon schuift door. En dit is echt de verrassing van de wedstrijd. Roeland de Waard met de Lotus. Supersnel pakt hij de leiding over van Martin Huisman. Die even eerste heeft gelegen dankzij die resultatenseconde. Huisman verliest dan uiteindelijk in de slotfase nog een positie aan Peter Schreurs. Verschil is maar 1,3 seconden duel om de tweede en de derde plaats. Maar de winst gaat naar Roeland de Waard met de Lotus. Ja, dit jaar begonnen met de auto. Daar moest er wel wat aan gebeuren. Het was oorspronkelijk een straatauto. En de rijder die moest ook nog wat leren. Maar dit is gewoon een geweldige regenauto. En als je één keer in die flow zit, dan pak je ze 1, 2, 3. Dan kan je alleen nog maar vooruit kijken. Dat was een fantastisch feest. Dan gaan we naar de Supersport 2-klasse, waar veel verwacht wordt van deze Ollie Taylor, die bijzonder snel was op Brands Hatch. Hij heeft de leiding voor de verplichte pitstop. Dan heeft hij zijn resultatenseconde, maar hij maakt een te korte pitstop. En dan komt in één keer deze man naar voren met die oude Seat Leon, de naam Jimmy Adriaansens. 55 seconden bij de finish. Let op zijn reactie, geweldig. Onbeschrijfelijk, 55 seconden op Ollie Taylor. Michael Smith met de Seat pakt positie 3. Gisteren had ik niet helemaal mijn dagje op de droog, het was eventjes mijn weg zoeken. Maar dan uiteindelijk vanmorgen zag ik dat het enorm hard regende. En dan in de kwalificatie heb ik eigenlijk het eerste half uur, de hele tijd polepositie gereden, algemeen. Dus ik dacht van ja, hier zit echt wel potentieel in. Dan uiteindelijk tweede is gekwalificeerd in mijn klasse. En vandaag de buit kunnen binnenhalen. Uiteindelijk ja, nog één plaatsje kunnen winnen en de eerste is geëindigd. Heerlijke race. Dan de sportklasse, waarin het team van Trax Racing met Chris Voet en Bart van den Broek met de Peugeot de snelste raceronde neerzet. 2:32.4. Bart Dros moet zijn Renault van het team van Spirit Racing aan de kant zetten met een kapotte druklager. En dit is Sandra van der Sloot in duel met Rob Nieman. Maar van der Sloot en Nieman hadden alle twee hun momentjes tijdens de wedstrijd. Van der Sloot heeft het niet makkelijk in de regen, heeft al heel lang niet in de regen gereden, maar gaat er hier voorbij. En Nieman, let op het gebaartje, die denkt, ga maar. Dan een cruciaal moment in de wedstrijd. De verplichte pitstop. Nieman maakt een te korte pitstop, krijgt 30 seconden tijdstraf. En kijk, dan heb je deze geweldige finish. Maar Nieman wordt met die 30 seconden dus uiteindelijk nu derde. Chris Voet en Bart van den Broek pakken P2 op 4,7 seconden achterstand. Op Renault-rijster Sandra van der Sloot. Ja, het was onwijs leuk. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het begin wel echt wel een beetje tegenaan zat te hikken om weer een keer in de regen te rijden. Het is heel lang geleden voor mij ook. En vanmorgen hadden we best wel veel aquaplanning met de kwalificatie. Dus ik had echt zoiets van ja jeetje. Maar ja, ik heb het bijzonder vermaakt. En ik heb een heel leuk gevecht gehad met Rob Nieman en de Peugeot in het begin natuurlijk. En ja, toen had ik zoiets van ja, ik lig nu aan kop en ik wil hem nu echt niet meer uit handen geven. Dus ik had echt alles geprobeerd om Rob achter me te houden en dat is gelukt. Tot zover race 1 vanaf een kletsnatte Nürburgring in Duitsland. Straks race 2 van de Supercar Challenge powered by Henkoek bij droog weer. Maar er gaat veel gebeuren. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Henkoek Tires, Valero, Collé Rental & Sales, Febo en Mackler. Maak zelf je digitale magazine.
Welkom terug op de Nürburgring in Duitsland. Welkom bij de Supercar Challenge powered by Henk Koek. Voor de break zag u race nummer 1 in de regen op zaterdag. Gewonnen door Bob Herber. Dit is de situatie zondagmorgen. We krijgen een droge tweede race. Op pol staat Bas Schouten met voor de gelegenheid nu Bart Sluis. Startend voor race nummer 2. 2:21.5.3.9. Naast hem staat Roger Grauw als nummer 2 dat kampioenschap. En Bob Herber, die de eerste race wist te winnen, vertrekt vanaf positie nummer 3. In de M4 Silhouette. Dit is de Porsche van Roger Grauwels. Voor de eerste wedstrijd in Duitsland had hij 17 punten achterstand op kampioenschapsleiders Bas Schouten en Bart Sluis. Na de eerste race is dat verschil nu opgelopen naar 24 punten. Werk aan de winkel voor Grauwels. Dan de Supersport 1-klasse. Pol voor race 1 en dus nu ook voor race nummer 2. Maar jongens, wat een pech voor Robert en Benjamin van den Berg. Van den Berg gaat nu weer beginnen aan race nummer 2. Eens kijken of ze die pol nu wel kunnen gaan verzilveren naar een overwinning. Hun eerste twee pols trouwens van het seizoen. De blauwe BMW van Roland en Luc van Loon vertrekt vanaf positie nummer 2 in de Supersport 1-klasse. En dit is de Seat van Martin Huisman. Ja, die had de leiding in handen tijdens race nummer 1 in de Supersport 1-klasse. Werd uiteindelijk derde. Maar wat was hij snel in de regen. Normaal rijdt hij samen met Teunis van de Gift. Nu voor de eerste maal alleen. Ja, in een regenrace op zich heb je veel kans om verschillen goed te maken tussen auto's, tussen coureurs. En ik voel me altijd wel prettig in de regen. Ik denk dat zelfvertrouwen in de regen altijd heel erg belangrijk is. Ja, ik heb altijd gewend om met achterwielend drijven te rijden. Dit is voorwielend drijven, dat rijden we nu een jaar. Het is wel echt anders rijden, dus je moet daar goed op letten. Het heeft goed vermogen, maar vooral we rijden op downforce. Dus het heeft vooral enorme goede wegligging. En die moet je vooral in de snelle bochten proberen optimaal te benutten. En dat is eigenlijk de truc. Ja, 100% onderhouden. Als er een auto is die je goed moet onderhouden, dan is het natuurlijk een raceauto. Dus 100% onderhouden is een stichting. Nou, optimaal natuurlijk geschikt om voor die stichting reclame te maken op een raceauto als dit. En 100% onderhouden is heel belangrijk dat je auto regulier 100% onderhoudt. En ook bij aankopen is voor consumenten natuurlijk hartstikke belangrijk dat ze weten dat een auto goed onderhouden geweest is. En daar staat dit label voor. En het wordt ondersteund door de BOVAG en de ANWB. Dit is de Seat van teammaatje Dennis de Borst en Martin de Klein. Starten achter de BMW van Peter Seurs. En hij is er wel vandaag bij Marcel van de Maat. De Borst en de Klein hadden voorafgaande aan dit raceweekend 10 punten achterstand op deze Erik van der Munkhoff. Dat is nu teruggelopen naar 8 punten achterstand. En ook tijdens deze wedstrijd starten ze voor de leider in de titelstrijd van de Munkhoff. Dit is Costa Canaroglu. Hij vertrekt vanaf positie nummer 7. Hey, dat is een opmerkelijk startnummer. Canaroglu loopt normaal marathons voor het goede doel. Maar dat viel nu samen met deze wedstrijd. En dus zit het startbewijs nu in de auto. En gaat hij racen voor het goede doel. 28 rondjes keer bedrag X. Hey, dat levert veel op. Oh, big time, yeah. A lot of miles. You know, usually I run 2 kilometers. So this is much better. Much better. We gaan nu meenemen naar race 2. Normaal hebben we dan een fantastische startgrid. Maar hier in Duitsland is het vanaf het formatieterrein hopla het circuit op en meteen rijden. Goed resume. Bob Herber won in de regen in de GT-klasse met de BMW. Roeland de Waard met de Lotus pakte de zegen in de Supersport 1-klasse. Maar begint ook tijdens deze tweede race weer relatief achteraan. In de Supersport 2-klasse hier in beeld rechts met de Seat Jimmy Adriaansens. De Belg in duel met kampioenschapsleider Olly Taylor en Sandra van der Sloot mag het op gaan nemen tegen de nieuwe kampioenen Chris Voet en Bart van der Broek in de sportklasse. Aan boord bij Dennis de Borst. 8 punten voorgesprongen in de Supersport 1-klasse. Ten opzichte van Erik van der Munkhoff die erachter start. Start van race nummer 2. De Borst kiest meteen de aanval. Wil weglopen bij van der Munkhoff. Dit is Costa Canaroglu. Die ziet ze voorbij komen op het lange rechte stuk. Vooraan, grauw als in het zwart. Heeft de leiding overgenomen van Bart Sluis, de polman. Daarachter zit Bob Herber. Oeh, die is hem kwijt. En dan mag nu alles en iedereen eromheen. Maar de vraag is, lukt dat ook iedereen? Nee, dat is achterin te zien. Links in beeld een BMW. Rechts is het de BMW van Roland van Loon. Oeh, dat is een snelle man uit de Supersport 1-klasse. Maar wie zijn daar nog meer bij betrokken? Dit is het moment van Herber. Ik had mijn achterbanden niet goed genoeg opgewarmd om die late remactie te doen die ik deed. Dus de auto draaide om en gelukkig had ik er niemand geraakt. En moest echt als allerlaatste aan de race gaan beginnen. Onboord bij Roland van Loon, vierde tijdens race nummer 1. Hij komt Bob Herber tegen en dit is wat er gebeurt. Oh, wat scheelt het. Bijna niks. Maar van Loon mag hier helemaal achteraan gaan aansluiten. En dat is voor de strijd in de Supersport 1-klasse niet goed. Vooraan Grauwels leidt. Ja, verrassend voor Bart Sluis. Herber is weg uit dit groepje. En beide mannen mogen het nu samen gaan uitvechten.
in de strijd om de titel. Mooier kun je het niet hebben daarachter Robert van den Berg. P3 algemeen eerst in de Supersport 1-klasse voor Martin Huisman. Jos Jansen komt van P12, maar ligt nu vijfde algemeen. En dit is Erik van den Munkhoff, voorlopig voor Dennis de Borst en in duel met Peter Schreurs. Ja, en dit is voor de Borst niet goed voor het kampioenschap. Ja, die moet voor dit groepje zitten, maar kan niet volgen. Kijk maar, hier komt het treintje aan. Waar zit de Seat van de Borst? Die komt daar pas aan en is dan onder andere in duel met Jimmy Adriaansens. Maar die rijdt in de Supersport 2-klasse. Andere man uit die Supersport 1-klasse is Costa Cannaroglu. Kan het ook niet volgen, de nummer 4 uit het kampioenschap. Voor hem zit in het blauw Michael Smith. Daarnaast zit de winnaar in de Supersport 2-klasse van race 1. Jimmy Adriaansens met de Seat. Een klein beetje oversturen hier. Daar kan Cannaroglu van profiteren. Smith in het blauw links gaat er al voorbij. Of niet? Nee, Cannaroglu kan er niet van profiteren. En Smith behoudt zijn tweede plaats voorlopig. Vooraan in de Supersport 2-klasse is het voorlopig Olly Taylor, leider in de titelstrijd. In de sportklasse is het Peugeot-rijderkis Voet die de leiding in de handen heeft. Terug vooraan in de GT-klasse. Damn, wat is het gaaf om naar te kijken. Het team van Raceart versus JR Motorsport. De BMW versus de Porsche. Grauwels voorlopig er nog voor. Sluis zet al net zoals tijdens race nummer 1 de snelste raceronde neer. Ja, en dan verwacht je een moment dat de BMW er voorbij gaat komen. Maar voorlopig geeft Grauwels fantastisch partij. Ja, en dat is, als de uitslag blijft zoals die nu is, super voor het kampioenschap. Maar je ziet het al aan de beelden. Het moet een keer gaan gebeuren. De Grauwels iets te ver naar buiten. Is dat het kansje waar Sluis op heeft gewacht? Het antwoord is ja. En dus neemt de BMW-rijder hier de leiding over in de wedstrijd. Kan Grauwels nog aanplampen? Het antwoord is nee. En het gat daarachter is groot. Herber is gespint in de eerste bocht, is dan overigens wel al bezig met een opmars, wat hem heel snel naar voren gaat brengen. In de Supersport 1-klasse Van den Munkhoff nog ver voor Dennis de Borst. Dat is voor de titelstrijd voor Van den Munkhoff heel gunstig. En Schreurs knokt hier met Van den Munkhoff om positie nummer 3 in de Supersport 1-klasse. Daarvoor in het blauw-wit Martin Huisman. Net zoals tijdens race nummer 1 zeer sterk rijdend met de Seat, hij ligt tweede. En daarvoor Robert van den Berg, eerst in de Supersport 1-klasse. Dennis de Borst probeert echt alles om dichterbij te komen. Wat gebeurt daarvoor? Ja, daar staat Van den Munkhoff onder druk van deze Peter Schreurs. Van den Munkhoff op zijn beurt probeert eigenlijk het gat dicht te rijden bij de blauw-witte Seat helemaal voor in uw beeld. Maar Van den Munkhoff probeert het wel op jacht naar dure punten in de strijd om de titel, maar rijdt dat gat maar niet dicht. Wat een gaaf circuit. 3 jaar geleden waren we hier voor het laatst. Het is goed dat de Supercar Challenge weer op de Nürburgring is. Je ziet hier echte competitie. Ook in de sportklasse. Waar Rob Niemann weer knokt met Sandra van der Sloot. Met daarvoor de Peugeot van de kampioenen Chris Voet en Bart van den Broek. Die hun titel hier willen bezegelen met een overwinning. Dit is Sandra van der Sloot. In duel met haar teammaatje Rob Niemann voor in de beelden. Van der Sloot denkt trappen, trappen, trappen. We moeten richting die Peugeot. Tweede auto hier rechts in uw beeld. Die ook trouwens de snelste raceronde reden tijdens race nummer 2. 2:17:06. Terug in de Supersport 1-klasse met Peter Schreurs. Voorlopig nog op achterstand ten opzichte van Erik van den Munkhoff. Voorlopig is het nog P4 van den Munkhoff derde. Daarvoor zit Martin Huisman. Maar die heeft voor hem een Porsche van Edward Grauwels. Porsche uit de GT-klasse. Kijk, en daarachter, daar komt hij. Dennis de Borst. Jawel, die heeft de aansluiting gevonden nu bij Peter Schreurs. En dat moet Van den Munkhoff ook gezien hebben. De nummers 1 en 2 van het kampioenschap. Met dus in de aanval deze Dennis de Borst. Nog steeds de regerend kampioen in de Supersport 1-klasse. Trouwens, buiten beeld is Roeland de Waard. De winnaar van race nummer 1 met de Lotus. Bezig met een opmars. Rijdt opnieuw de snelste raceronde tijdens race nummer 2 in de klasse 208594. Ja, die komt er ook nog aan hoor straks. Die kunnen we weer verwachten naar de pitstops. Die gaat naar voren komen. En de Borst weet dat deze stand absoluut niet ideaal is voor de beslissing straks op het circuit van Assen. Hier komt wel de aanval bij Peter Schreurs. Aanval op de vierde plaats. Ja, elk puntje is er nu één. Maar voorlopig gooit Schreurs de deur dicht. Daarachter komen inmiddels sterk naar voren Pieter van Zoelen. Problemen met het gaspedaal zijn opgelost. Uitgevallen tijdens race nummer 1, maar betrokken bij die spin van Bob Herber in het wit. Ja, en ook Herber is bezig met een opmars. Die zitten nu op positie nummer 5 en 6 in de GT-klasse. Maar die komen heel snel naar voren en Van Zoelen denkt, ik ga maar achter Herber aan. De Borst zit nog steeds op zijn beurt achter Schreurs. Kijk wat daarvoor gebeurt. Dat zit zo dicht bij elkaar.
Van Zoelen zit nu achter Van der Munkhoff en dus voor Schreurs. Die zit daar nu tussen. Ja, en de Borst moet zich nu echt kwaad gaan maken. Dat kan hij wel. We hebben dat gezien op Assen vorig jaar. Als hij zich echt kwaad maakt, kan het. Verbrak vorig jaar alle records en pakt alsnog de titel. Elk puntje is nu meegenomen. Lukt het dan nu ten koste van Peter Schreurs aan de binnenkant? En dat wordt dus ja. Schuif door naar positie nummer 4. En één man rijdt eigenlijk ver voor dit groepje uit. Dat is de snelste man voorlopig in de Supersport 1-klasse. Zijn naam is Robert van den Berg. Na alle pech tijdens race nummer 1 valt voorlopig alles op zijn plek. Terug naar de GT-klasse. Dit is het verschil tussen de nummers 1 en 2. Ja, Grauwels geeft zich nog niet gewonnen ten koste van Wartsluis. Het verschil loopt maar niet op. Jos Jansen, begonnen vanaf P12, heeft een superstart gehad en ligt nu derde algemeen in de GT-klasse. Vierde ligt Edward Grauwels en deze Bob Hebber is voorbij de KTM van Jack Rotteveel gegaan en ligt inmiddels op positie nummer 5. En dat is nu positie nummer 4. Gaat Herber, als hij in dit tempo doorgaat, ook rijdend overigens voor JR Motorsport, nog een rol spelen vooraan in het duel tussen Sluis en Grauwels. Dan hebben we straks twee BMW's van JR Motorsport in het duel vooraan. Herber nu op jacht naar Jos Jansen. Ja, en deze onboardbeelden geven heel gaaf aan hoe de BMW hier op het circuit in Duitsland zijn voordeel pakt. Kijk, dit is het bochtige gedeelte. Daar rijdt hij het gat met Jansen eigenlijk helemaal dicht. De BMW moet het hebben van dit gedeelte. De Porsches moeten het vooral van het vermogen hebben op de lange halen. Herber hier voorbij Jansen. Maar ik vind het knap. Jansen heeft heel veel ervaring in het rallycrossen. Nog niet heel veel gereisd. Valt wel op in zijn eerste jaar in de Supercar Challenge, een echte volledig jaar, dat hij op de echte lastige circuits, zoals deze Nürburgring, maar ook op Brands Hatch, gewoon helemaal van voren komt. Zijn starts zijn fenomenaal goed. Starts, rallycrossen, dat is zijn ding. Nou, op vermogen kan Jans hier het tempo wel volgen. Aanremmen eerste bocht, Herber iets te ver naar buiten. Vermogen Porsche, nop, Herber blokt hier de bol, dan krijgen we het bochtige gedeelte. En dan gaat Herber doorschuiven, hij ligt nu op positie nummer 3. Is er dan nog meer te halen? Nou, eerlijk is eerlijk, door die schuiver in de eerste bocht is het gat met de nummers 1 en 2 in de GT-klasse voorlopig groot. Benieuwd wat er gaat gebeuren bij de pitstops. Vijfde voorlopig in de GT-klasse ligt deze Jack Rotteveel met de KTM die zesde werd tijdens race nummer 1. Rechts is het Pieter van Zoelen die het tempo van Bob Herber dus niet kon volgen. Daarin is afgehaakt, maar nu wel weer een plekje doorschaaft. Terug in de Supersport 1-klasse. Wat gebeurt daar? Dennis de Borst. Jawel, de nummer 2 in de tussenstand van het kampioenschap heeft, doordat hij Peter Schreurs in het oranje voorbij gegaan is, nu de aansluiting gevonden bij Erik van der Munkhoff. Dit is de duel om positie nummer 3 en 4 in de Supersport 1-klasse. De Borst moet er voorbij, dat weet hij. En neemt hier de risico's. Kan Schreurs nog iets doen? Nopla. Het is Van der Munkhoff die een plekje verliest ten koste van de Borst. En dat is voor de strijd in het kampioenschap sportief gezien goed. Dit is Costa Cannaroglu, ligt voorlopig zesde. Let aan de binnenkant op de BMW van Ted van Vliet. Raken elkaar net niet. Cannaroglu staat vierde in de tussenstand van het kampioenschap. Heeft niet heel veel achterstand op Ronald Valo, maar u weet het, de BMW-rijder was betrokken bij dat momentje in bocht nummer 1. Toen moest hij uitwijken voor Bob Herber. Ja, die zit daar nu ver achter, dus kan Cannaroglu met een goed resultaat wellicht P3 weer overnemen in de tussenstand van het Supersport 1 kampioenschap. Dan moet hij wel in eerste instantie nu gaan afrekenen met Ted van Vliet. Tijdens de eerste twee wedstrijden van het seizoen op het Nederlandse circuit Zandvoort en op de Red Bull Ring in Oostenrijk was Ginetta zo snel, stond gewoon bovenaan in de titelstrijd. Ja, nu moet hij hopen dat hij straks in Assen, half oktober tijdens de laatste race, nog op P3 komt in de eindstand van het kampioenschap. Want voorlopig geeft de Van Vliet onwijs goed partij. Van Vliet achtste tijdens race nummer 1 in de Supersport 1-klasse. Cannaroglu toen zevende. Terug bij Dennis de Borst. Die is voorbij Erik van der Munkhoff. Dat hebben we gezien. Hij vindt nu dan de aansluiting bij Martin Huisman. Ja, als het gaat om punten in het kampioenschap, de teammaatjes, denkt Huisman ook. Ga maar. Maar ja, jongens, laten we eerlijk zijn. Het gat met de leider in de Supersport 1-klasse, Robert van den Berg, is op dat moment gewoon heel erg groot. De Borst rijdt hier weg van het groepje. Kijk, en wat doet Huisman heel slim? Huisman blokt eigenlijk Erik van der Munkhoff. En die moet op zijn beurt weer oppassen op Peter Schreurs.
Terug in de sportklasse. Daar is het duel tussen de Renault Clio's gaande. Met Sandra van der Sloot en Rob Nieman in het geel-oranje. Van der Sloot, normaal rijdt met de Alfa samen met John van der Voort. Die auto was niet klaar. Het team van Spirit Racing had de Clio staan. En Van der Sloot vecht hier met Nieman. Drukt hier eigenlijk Nieman naar voren om dat gat met die Peugeot dicht te rijden. Maar voorlopig zijn de nieuwe kampioenen, de sportklasse, Chris Voet en Bart van der Broek, ook tijdens deze tweede race op de macht. Het is tijd voor nog een onderbreking. Straks zijn we bij je terug. Nogmaals hier vanuit Duitsland met het slotstuk van race nummer 2. Sluis en Grauwels vechten voor de zege in de GT-klasse. Misschien wel de titel. En in de Supersport 1-klasse is er nog van alles mogelijk. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Valero, Collet Rental & Sales, Febo en Mackler. Maak zelf je digitale magazine. Welkom terug bij de Supercar Challenge powered by Hankook. Race nummer 2, voorlaatste raceweekend van dit seizoen. Wat gebeurt er in de GT in de Supersport 1-klasse en Supersport 2-klasse? Krijgen we hier al een beslissing of blijft het spannend tot de laatste wedstrijd in Assen? Voor de break zag u de start van race nummer 2 met op pole position Bart Sluis. Voor de eerste maal dat hij echt de eerste stint gaat rijden. Vecht dan met Roger Grauwels om de leiding in de wedstrijd. In bocht nummer 1 verliezen we Bob Herber. Hij spinde, dat was de winnaar van race nummer 1. Maar Herber komt dan eigenlijk al heel snel weer terug op positie nummer 3 in het algemeen klassement. Twee rijders van JM Motorsport, twee BMW's vooraan. Grauwels ligt tweede. Hij moet eigenlijk winnen om de beste zaken te doen in de strijd om de titel. Voorlopig zit hij nog achter Bart Sluis. Dit is een duel om de vierde plaats in de GT-klasse. Tussen Jos Jansen, supergoed gestart, en Edward Grauwels. De Porsches, die met het vermogen op de lange halen wel mee kunnen. Maar vooral op het bochtige gedeelte, daar zijn de BMW's zo ontzettend sterk. Check trouwens de kleurplaten rechts onder in uw beeld. Het team RaceArt kan alle hulp gebruiken in de strijd om de titel. Roger Grauwels tweede, deze Edward Grauwels voorlopig vijfde. Dan de Supersport 1-klasse. Daar is Robert van den Berg voorlopig nog het snelste met de BMW. Dennis de Borst ligt op positie nummer 2. Martin Huisman rijdt ook voor het team van Ferry Monster Autosport. En is voorlopig sneller dan Erik van den Munkhoff. Dat is ideaal. Voor in de beeld. Daar probeert van den Munkhoff op het lange rechte stuk voorbij Martin Huisman te komen. En schuift hij door naar positie nummer 2. Schreurs had naar rechts gekund om mee te gaan in die aanval van den Munkhoff. Iets te ver naar buiten. Huisman pareert. Dit is voor de dure punt in het kampioen. Maar van den Munkhoff is er voorbij. En de vraag is de jokerrol tussen aanhalingstekens van Martin Huisman nu uitgespeeld? Want ook Peter Schreurs probeert de aanval in te zetten om positie nummer 4 te pakken in de Supersport 1-klasse. Nogmaals, dit gebeurt ver buiten beeld van Robert van den Berg, die vooraan supersnel is met de BMW. Schreurs opent de aanval op Martin Huisman. Van den Munkhoff lijkt weg te zijn. Die heeft een gaatje. Hoe die Seat hier vooral op het bochtige circuit zich proberen terug te knokken. Doet hij goed hoor, Huisman. Schreurs klampt wel aan. Opdraaien, lange rechte stukken in Duitsland. Laat maar zien, laat maar komen. Wie durft er wat? Drie mannen moeten voorbij. Links in beeld Bart Dros. Die rijdt in de sportklasse voorlopig op positie nummer 4. Dit is mooi. Schreurs, Huisman. Einde lange rechte stuk aan de buitenkant. Dat is ideaal voor Peter Schreurs. Heeft hij de snelheid? Nop, dat heeft hij niet. En voorlopig blokt Huisman weer perfect hier. BMW-rijder Peter Schreurs. Wat je er ook over wil zeggen. De strijd in het Supersport 1-kampioenschap dit jaar is gewoon geweldig. Dat beloof wat. Voor de laatste wedstrijd in Assen, waar alles en iedereen nog één keer wil shinen in Nederland. En punten wil pakken. Schreurs nog steeds zijn aanval inzetten op Martin Huisman. Echt, hij heeft wedstrijden gereden samen met Teunis van de Grift. Ja, daar reed hij. Oké, die heeft zijn resultaten behaald. Maar zo sterk als nu hebben we Huisman nog niet gezien. Seat competitief. Houdt hij het vol? Antwoord lijkt nee te worden. Want hier is de aanval van Schreurs. Kijken, kijken. Andere camera. Nee, Huisman verliest nu ook positie nummer 4. Lang gespeeld. Lang top gereden. Maar voorlopig is het positie nummer 5. Hij kan nu het tempo van de vaste rijders in het kampioenschap, zo lijkt het, niet meer volgen.
We maken een sprongetje en gaan u meenemen naar de sportklasse. Dit zijn Chris Voet en Bart van den Broek, rijdend voor het team van Trax Racing met de Peugeot. Ze hebben een voorsprong op Rob Nieman, voor in beeld met nummer 403, het geel-oranje. En Sandra van der Sloot, het team van Spirit Racing en van der Sloot, wil echt teammaatje Nieman naar voren drukken. Ze helpen elkaar. Ja, Nieman heeft ook de snellere auto, de 1.6 liter turbomotor. En van der Sloot moet ook echt alles uit de kast halen om überhaupt het tempo van Nieman te kunnen volgen. Op jacht naar de Peugeot. We gaan naar de verplichte pitstop. We staan klaar bij Bas Schouten. De spanning is er. De druk is er. Ze weten dat een overwinning hun hier dichter bij de titel brengt in het GT-kampioenschap. Binnenkomst na een perfecte eerste stint van Wartsluis. Roger heeft iets meer tractie met de start en ik liet hem netjes voorbij, omdat ik weet tegen de Porsche is op de lange rechte stukken toch niks te beginnen. Dan had ik even een klein gevechtje met Roger en kon ik hem een klein beetje in de fout duwen en heb ik hem kunnen inhalen. En dan heb ik gewoon ritme proberen te zoeken, zonder te veel van de banden te vergen. En heb ik toch een aantal secondjes van Roger kunnen wegrijden, zodat ik, als ik binnenkwam, de auto aan Bas heb kunnen geven met een kleine voorsprong. Binnenkomst van de nummer 2, Roger Grauwels. Vanwege het hoge gewicht van de Porsches is er een reglementswijziging gekomen in de GT-klasse. Kijk maar, zij mogen banden wisselen. Maar dat moeten wel de banden zijn die in die 10 zitten die je tijdens een raceweekend mag gebruiken. Zowel Roger Grauwels als Wartsluis en Bas Schouten hebben 30 resultatenseconden moeten toevoegen aan hun pitstop. Bob Herbert, de nummer 3, heeft maar 15 resultatenseconden dankzij die overwinning tijdens race nummer 1. Wat gebeurt erachter? Vierde plaats is er voor Jos Jansen. Vijfde Edward Grauwels. En aangesloten inmiddels na de pitstop is Mark van der A. Het teammaatje van Pieter van Soelen, inmiddels aangeschoven op positie nummer 6. Edward Grauwels blijft het proberen ten opzichte van Jos Jansen. De Porsches die dit kampioenschap kleur geven. Maar eerlijk is eerlijk, de BMW staat vooraan. De GT-klasse opdraaien, lange rechte stuk. Grauwels met snelheid, maar let op de BMW van Mark van Aa. Kan die iets doen? Kan die counteren? Kan die meekomen? Dat doet hij niet en Jansen voorlopig meer snelheid. Aan boord weer bij Edward Grauwels. Links zit Jos Jansen. Komt er nog een BMW van links of rechts of niet? Daarvoor zit Bart Dros, die rijdt in de sportklasse. Door omheen, dit is Jos Jansen. Grauwels er nu voorbij en daar komt Mark van der A. Die dan net wel of net niet de Renault raakt daar van Bart Dros. Kijk hoe de Porsches aan elkaar gelaagd zijn. En van der A moet nu meekomen in de strijd om de punten in dit GT-kampioenschap. Ja, dus niet alleen vooraan de spanning, maar ook hier om P4, 5 en 6. Van der A vindt de aansluiting met de BMW op vermogen. De Porsche zoekt het naar grip. Kan Van der A het nu gaan doen? Binnenkant links, rechts zit Jos Jansen en daar is de aanval. Hij schaapt door naar positie nummer 5. En dat is een superprestatie tot nu toe, want laten we eerlijk zijn, ze hadden zoveel problemen met het gaspedaal tijdens race nummer 1. Die problemen zijn nu opgelost en dus mag de aanval ingezet worden op positie nummer 4. Kijk en geniet mee. Op het bochtige gedeelte van de Nürburgring moet Van der A het gaan doen. Straks op die lange haal op vermogen kan hij het niet halen ten opzichte van Edward Grauwels. Maar Grauwels blokt voorlopig perfecto. Nu ziet hij ernaast. Salak, vertekend beeld. Hij zit er nog achter. Mark Van der A. Overigens buitenbeeld heeft Roger Grauwels nu de aansluiting verloren bij Bas Schouten. Het verschil loopt op naar zo'n 20, 25 seconden. Dat is het duel om de eerste en tweede plaats. Bob Herber heeft daar de aansluiting verloren. Ligt nu derde. Zo'n 8 seconden achter Roger Grauwels. De Porsche verdedigt ten opzichte van Mark van der A. Duel om de vierde en vijfde plaats in de GT-klasse. On board bij Edward Grauwels. Oh, daar komt Mark van der A. Zet hij hem er voorbij. Eerste bocht van de wedstrijd. Maar waar is Van der A? Oh, daar is hij weer. Schoot heel eventjes door. Maar heeft nu wel de vierde plaats te pakken in de GT-klasse. Gedurfde actie. Nam veel risico's. Heeft Edward Grauwels dan hier de aansluiting definitief verloren? Het antwoord is ja. Wat een gave tweede race tot nu toe. Wat gebeurt er trouwens in de Supersport 1-klasse? Robert van den Berg begon daar vanaf pole position met de BMW. We gaan naar de verplichte pitstop. Zijn broer Benjamin staat al achter. De voorsprong is er voorlopig op de Seat van Dennis de Borst. Na alle problemen tijdens race nummer 1, onwijs sterk gereden tot nu toe. Robert van den Berg, een super stint op de Nürburgring. Ja, ging super. Echt een hele goede eerste stint. We waren continu sneller dan de tweede, dus
Ik geloof dat er 15 seconden uitgelopen zijn. En we hebben ook geen strafseconden, dus dan vandaag moet het nog echt gaan lukken. Gewoon. Echt gaan lukken. Maar gaat het ook lukken voor Benjamin van den Berg in de laatste minuten van de wedstrijd? Deze Costa Canaroglu, nummer 4 in de titelstrijd, wordt aanvankelijk vijfde. Maar de nummer 3 na uitslag van de Supersport 1-klasse, Roeland de Waard, wordt gedisqualificeerd na afloop. Auto niet reglementair en dus schuift iedereen een plekje door. Het duel in de tweede plaats is nog gaande op het circuit tussen Martin de Klein, die het stuur heeft overgenomen van Dennis de Borst, en Erik van den Munkhoff, de nummer 1 in de titelstrijd van de Supersport 1-klasse. 8 punten voorsprong voor van den Munkhoff ten opzichte van de Klein. Opdraaien, lange rechterstuk. Dit gaat om hele dure punten in de strijd om de titel. En de Klein wil alles op alles zetten om in de slotfase nog voorbij van den Munkhoff te gaan. Daar komt hij aan op snelheid. De Seat, einde lange rechterstuk. Zit hij er ook voorbij? That's the question. En wat doet links van den Munkhoff? We kijken in de spiegel mee. Waar zit van den Munkhoff? Daar zit van den Munkhoff. En de Klein is er voorbij. Ligt nu tweede en loopt in principe weer in de strijd om de titel. Maar van den Munkhoff lijkt dan nog problemen te gaan krijgen in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Verliest in één keer terrein. Luister mee. Ja, net voor de pitstop had ik al een keer een paar keer dat hij haperde. Dat hij niet hoger in zijn toeren ging. Wat vermogenverlies. Ja, en dat werd na de pitstop alleen maar erger. Dus ik kwam gewoon terug met op 7800 toeren, later op 73, later op 70. En helemaal op het einde zat ik nog maar aan de 6300 toeren. Dus ja, ik kon gewoon geen snelheid meer maken. En ik had gewoon de pech dan dat ik moest gewoon iedereen voorlaten. Dan de ontknoping in race nummer 2 in de GT-klasse. Bas Schouten stuurt de BMW M4 van JR Motorsport opnieuw naar een zege. 34 seconden op Roger Graus. Het verschil tussen beide mannen was 24 punten. Schouten pakt er nu weer 7 punten voorsprong bij. Een derde plaats voor Bob Herber kwam uiteindelijk 8 seconden tekort op Roger Graus voor de tweede plaats. Opvallende vierde plaats, echt sterk gereden. Pieter van Zoelen en Mark van de A. Zij eindigen net voor Edward Grauwels op P4. In tegenstelling tot alle andere wedstrijden reed Bart Sluis nu de eerste stint. Werkte dat beter? Nou ja, beter weet ik niet. Ik bedoel, Bart was aardig aan het trappen. Dat zag ik meteen al vanaf het begin. Die had Grauwels nog pakken na 2 rondes. Maar de auto was super. De banden waren nog steeds goed. Dus ik kon het gewoon goed afmaken. De 6e overwinning voor dit rijdersduo. De 7e dit seizoen totaal voor JR Motorsport. Stand in het kampioenschap met nog 1 wedstrijd te gaan. Sluis Schout aan de leiding voor Roger Graus en Bob Herber. De beslissing valt half oktober in Assen. Dan de finish in de Supersport 1-klasse. Benjamin van den Berg had vanaf de start al een grote voorsprong samen met zijn broer Robert. Hij reed op eieren de laatste paar rondjes. Als die auto maar niet kapot gaat. 4 keer dit seizoen uitgevallen. Nu is daar eindelijk die verdiende overwinning in Duitsland. Dennis de Borst en Martin de Klein worden fantastisch tweede. Sterker nog, door de slechte prestatie van den Munkhoff nemen ze de leiding over in het kampioenschap. Dat wordt een ontknoping in Assen, dat wil je niet weten. Ja, het is nou heel spannend. Wij hebben natuurlijk veel strafsecondes in Assen. Hun zullen waarschijnlijk nu niks hebben. Maar ja, weet je wat het is? We rijden gewoon voor het kampioenschap. En ik vind gewoon als je aan het racen bent, moet je gewoon racen. En gewoon ook voor het podium gaan. En of ik dan veel of minder strafsecondes heb, dat zien we dan wel weer. Wie dan leeft, wie dan zorgt, zeg ik altijd. Dan de Supersport 2-klasse. Tijdens de eerste wedstrijd op zaterdag in de regen was het deze Jimmy Adriaansens die overtuigend won. Maar kan hij het ook bij droog weer? Olly Taylor pompt zich op. Ik krijg nog wat motiverende plaatjes op zijn borddisplay te zien voor het Oktoberfest. En slaat toe! Jawel, hij wint voor Michael Smith. En Jimmy Adriaansens wordt in deze wedstrijd slechts derde. Taylor had al een grote voorsprong in het kampioenschap en mag dat nu verzilveren met de titel in de Supersport 2-klasse op de Nürburgring in Duitsland. Taylor en de Supersport 2-klasse, een gouden huwelijk. Ja, yeah, championship is always good. Obviously it's being consistent and getting good results. We've had good results in every race, which is what championships are about. So yeah, very pleased. Still got one more round to go at Assen, which will be a new circuit for me, which I'm sure will be good fun. And then hoping to be a Supersport 1 contender for next year. Dan gaan we naar de sportklasse. Race nummer 2. Sandra van der Sloot wordt derde. Rob Nieman wordt tweede. En Chris Voet en Bart van den Broek pakken 6e zege van het seizoen. En dat is genoeg voor het team van Trucks Racing om de titel binnen te halen. Ja, we hebben dit jaar elke race op het podium gestaan, dat zegt genoeg. Dus het is eigenlijk, ja, kampioen worden kan je alleen doen door constant te rijden. Je moet niet altijd de koers winnen, dat lukt ook niet. Maar gewoon niet uitvallen. Natuurlijk, als je een technisch probleem krijgt, dat is iets anders.
We hebben wat geluk gehad dat de Alfa een technisch probleem gehad heeft. Rob heeft al eens, is dan niet aanwezig geweest in Oostenrijk. Dus ja, dan loop je uit in de kampioenschap. En dan wordt het inderdaad iets makkelijker. Dan kan je meer consolideren en moet je ook niet altijd voor de eerste, tweede plaats gaan vechten. Dan ben je al tevreden met een derde plaats. Dus ja, op dat gebied is het iets gemakkelijker, ja. Tot zover ronde nummer 7 van de Supercar Challenge powered by Henkoek vanuit Duitsland. De laatste race van het jaar wordt op 21 en 22 oktober aanstaande verreden op het TT-circuit van Assen. Een week later, op zondag 29 oktober, zie je een verslag daarvan. Ontknoping in het kampioenschap in de GT in de Supersport 1-klasse. Uiteraard hier op RTL 7. Kom aan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Henkoek Tires, Valero, Collet Rental & Sales, Febo en Mackler. Maak zelf je digitale magazine.